Kelly, Rilla en Juju naar Brand Affairs concert. En ik dacht, we gaan samen even mijn lip combo doen. Als eerst ga ik met Van Revive. Hun hebben me echt super veel producten gestuurd. En I really like it. Daarmee lijn ik mijn lippen bij Roy. Na ze uit te hebben gelijnd, vul ik ze gewoon een klein beetje in. En dan neem ik. En dan neem ik Strip Down. Wat ik lieg. Nee, dan neem ik Cork van MAC. En dan iets meer definitie. Dan pak ik een lipolie. Deze is van Wet. En dan is dit een beetje het effect. Ik ga vandaag gewoon iets donkere lip ook in het midden. Normaal doe ik in het midden een nude one. But this time I went for a little bit more warmth. En dan ga ik met een blushje eroverheen. We was like fast as fuck. Just we don't have the time. So be sorry for I was obsessed with you. She wanna fly, but she wants to stay with me. I'll be with her. Hey, oh, it's a lot now. Hola guys, ik ben weer thuis. Ik sta weer in mijn badkamer. Ik ga mijn gezicht even reinigen. Ik moet eerlijk zeggen, we vonden Brand echt goed live. En dat was echt een understatement. Hij klinkt gewoon letterlijk live zoals hij op de plaat klinkt. It's bizar. But he was giving all the sassiness and attitude. Like, weinig artiesten zijn zo goed live, maar Brand most definitely. Ik ga heel even dit eraf halen. En ik heb daar een kledinghanger hangen. I did my makeup real good today. To see so myself. Good morning everyone. Oh my god, het is zo koud weer. Het is ongelooflijk. Het is 20 over 7. Ik ben naar Amsterdam. Ik heb vandaag iets super leuks op de planning staan. Ik weet niet of ik het al mag zeggen. Volgens mij mag ik het nog niet zeggen. Nee, in ieder geval. Y'all see it when y'all see it. Het is zo koud en ik dacht ja, ik ga gewoon in mijn loungekleding daarheen. Niet wetend. Echt gewoon winter is weer. Wow, yo. Ik moet echt mijn winterjas weer uit de kast halen. Het wild gewoon. In ieder geval. Ik spreek jullie als ik in Amsterdam ben, want ik moet een beetje haast maken. Catch you there. Waarschijnlijk ga ik ook op locatie ontbijten. Want ik heb geen tijd om te ontbijten. Hallo guys, even een hele andere scenery. Ik heb de vlucht niet gevlogd, maar ik ben in ieder geval in Dubai. Laatste keer dat ik hier was, was een jaar geleden. En ik ben er echt even aan toe om gewoon even te relaxen. Even werk los te laten, er niet aan te hoeven denken. En gewoon even uitrusten met mijn vriendinnen. Kelly en Jemima zijn mee. Ik heb een kamer voor mezelf en hun hebben een kamer samen. Ik denk, ik zeg het even bij deze vlog, zodat jullie de volgende vlog weten where your girls at. Wij slapen bij de Mandarin. Zo ziet de kamer eruit. Even een snelle overview. Ik ben nu mijn koffers aan het uitpakken. That's me again. Ik moet echt mijn haar gaan wassen. Ik ga vanavond echt even in bad. En gewoon mijn pyjama aandoen en even uitrusten. Ik ben in ieder geval aan het uitpakken. Dat is de kast. En dan heb je hier de badkamer. En je kan er ook in via die kant. En de douche en het toilet. Eigenlijk
niet heel boeiend. But that's the room. Ik kan echt niet wachten om gewoon niks te doen eigenlijk. Letterlijk niks te doen en een boekje te lezen, guys. Ik ben gewoon moe de laatste tijd. En ik zat echt... Niet dat ik wil zeggen dat ik tegen een burn-out aan zit, maar ik wil mezelf daar wel voor behoeden. Marwa en Rida zijn aan het oppassen, dus dat is wel echt heel leuk. Ik mis haar wel echt dood. Dit is de eerste keer dat ik weg ben zonder haar. Ja, het is pas 3 maanden in mijn leven. Wat zeg ik allemaal? Maar goed. Het is wel de eerste keer dat ik zo lang blijf. Ik blijf 5 dagen. En het is de eerste keer dat ik dan zo lang weg ben van haar. En ik ben heel de tijd ook in het vliegtuig alleen maar naar haar foto's en video's aan het kijken. En ik mis haar gewoon zo erg. Maar ze sturen me wel continu updates. So that's cool. And I feel like I have to do this for myself. Just to be like... Om weer te kunnen knallen als ik back ben. So ja. Jij toch? Voordat de mommy club weer tegen me aankomt. Ouwe hoeren. That's the reason. I need some me time. Good morning, guys. Ik heb gedoucht, me ingesmeerd. Even aangekleed. En ik ga nu met mijn strandtas. Hier bij het hotel met de meiden aan het strand liggen. En gewoon even niks doen. Ik heb zo lekker geslapen. Ik ben gewoon niet gewend om te slapen. En niet zeg maar wakker te worden door Amaya. Dus... Ik vond het zo raar. Maar ik werd ook wel echt weer wakker. Toen zij ook wakker werd. Dus ik had haar gelijk geappt. En even met haar gefacetimed. En ik mis haar zo erg. En ik weet dat ik dit nog iets van 400 keer ga zeggen deze trip. But you know. Y'all gonna listen to it. Soms gehuurd en soms gekocht. Soms recht en soms met bocht. Soms binnen, soms op de blok. Soms vrienden, soms 100 ops. Oké, guys. Ik heb gedoucht. Me ingesmeerd. I got dressed. Ik heb mijn haar gewoon... In een knot gedaan, cause... Ja, ik ging zwemmen. En mijn haar was nat. En ik had echt geen zin om nu nog bij de kapper te zitten voor een uur. Ik heb een heel klein beetje make-up opgedaan. Niet zo heel veel. Dus ik heb deze body lotion. Het is een soort bio-oil body lotion. En I really, really like it. Hij lekt wel een beetje. Maar mijn huid gaat hier zo goed op. Wij gaan nu even naar de mall. En misschien gaan we daarna vandaag nog even golven. Maar I don't know for sure. Ik dacht even kijken. Wat voor sieraden we om gaan doen. Ik denk dat ik deze van Kleef ga omdoen. Ja, jullie zien hem niet. Maar dit is zeg maar de Mother of Pearl. Maar dan de donkere variant ervan. Black Mother of Pearl, I guess. With diamonds. Of zal ik een klokje omdoen? Nee, ik denk dat ik een klokje om ga doen. Oké, guys. Dit is mijn outfit. Ik heb gewoon een simpele zwarte jumpsuit aan. Deze is van Gouch. Daaronder mijn dad sandals en mijn zwarte tas. En I'm also wearing my Audemars. 37 mm en dan roze goud. En het is de Royal Oak and I really love it. Omdat ik het niet in Nederland draag en het wel in het buitenland draag, denk ik, oh my god, this is such a nice watch. Maar mijn tijd klopt absoluut niet. Dus volg mijn tijd niet. Ik moet even acclimatiseren in deze auto. Hij is veel te groot voor mij. Ik begrijp niks. Maar goed, de dames komen nu naar beneden. Oh, zo grappig. Ja, I just don't like this. Dus van achter heb je een camera ingebouwd. En daar kijk je mee in je achteruitspiegel. Maar ik wil gewoon ouderwet. Maar die auto's is te geblindeerd volgens mij. Volgens mij kan ik niet eens iets zien. Oh ja, was dit een spiegel? Dus ik wou deze pyjama set van Gucci echt al heel lang. Het is niet echt het is een pyjama set, maar je kan hem ook gewoon buiten nonchalant aandoen. Ik vind hem wel cute, maar ik weet het nog niet helemaal zeker. Kijk, hier zien jullie hem iets beter. Het is wel een beetje rood licht eigenlijk. Ik ben echt fan van Kitten Heels en ik zag deze online. En hier hebben ze iets meer kleuren. Maar ik twijfel of ik de witte of de rode mooi vind. Oké, guys. Wij zitten even bij P.F. Chang's. P.F. Chang's heb ik 1 keer eerder gegeten. Dat was ook toevallig in Dubai. En dat kwam door Marwa toen ze tegen mij zei. Toen zij in L.A. woonde, was ze altijd zo te spreken over P.F. Chang's. En volgens mij de eerste keer dat ik in Dubai was, ging ik hier eten. En toen was ik helemaal alleen. En nu ben ik met de dames. En nu gaan we ook bij P.F. Chang's eten. Maar de Dynamite Shrimps en de Mongolian Beef are slapping. Giving chicken dumplings. Hi guys. Ik heb gedoucht. Ik ben weer terug in het hotel. Ik ga lekker slapen. Ik heb een beetje gewinkeld vandaag.
Maar ik dacht, laat me dat ook gelijk. Laat ik vandaag naar de mall gaan, zodat ik al die andere dagen niet naar de mall moet. And I wanted some stuff, so I got some stuff. Ik heb vandaag een beetje gewinkeld en ik dacht, laat me dat meteen doen. Want ik hoef echt niet elke dag naar de mall te gaan. So, I did that. En ik heb meteen een extra koffer gekocht, zodat ik al die spulletjes daarin kan doen. Ik dacht, misschien is het wel leuk om een... TV uit, ik heb hoofdpijn. Ik dacht misschien wel leuk om een... What is this? Aloe vera gel for the lips. I did not see this after sun. I like this. I'm keep it. Ik spring echt van de hak op de tak soms. I know. Misschien is het wel leuk om even een mini shoplog of zo even te filmen. Hier nog. Ik doe dat misschien morgen wel eventjes. Het licht hier is niet geweldig. Ik ga niet tegen jullie liegen. Ik ga nu lekker slapen. Morgen lekker vroeg op. Ontbijten. Ik had gisteren, althans vanochtend. Gisteren toen ik ging slapen. I was so tired. En ik heb gewoon voorbij het ontbijt heb ik gewoon geslapen. En ik ben gewoon vergeten hoe het is om te slapen. En gewoon ja, geen rekening houden met, zou ik niet zeggen. Want ik word nog steeds op haar tijden wakker. Op de tijden van Amaya. En ik vind het nu trouwens echt leuk om gewoon haar naam te kunnen zeggen. Ze heet trouwens Amaya. Totdat aflevering 3 online is van de serie. Maar nou, y'all know why I call her kleintje heel de tijd. Want mensen hadden daar ook alweer commentaar op. Maar oké, prima. Nou, y'all know. Ja, ik word nog steeds echt wakker. Op Amaya's tijden. Cause she the boss. Maar ik mis haar echt zo erg. Echt, het is echt, echt, echt gek. Ik vraag heel de tijd filmpjes. Ik ben heel de tijd aan het facetimen. Ugh, that child got my heart. Gewoon, echt waar. Ik ken, echt. Het is zo cliché, but I'ma say it. You know how it is when you have it. En ik gun het echt iedereen. Het is een hele mooie vorm van liefde in ieder geval. Oké, nu ga ik mijn mond houden. Otherwise I'm gonna cry. Ik zie jullie morgenochtend. Good morning guys. Ik ben net wakker. Ik heb gedoucht. Ik heb me even aangekleed. Ik heb mijn bikini hieronder aan. Ja, ik loop op deze stofjes. Ik heb echt geen zin in sandalen. En ik heb mijn zwembad strandtas-achtig iets mee. De meiden zijn wakker. Ik ga nu beneden met hun ontbijten. En dan gaan we aan het zwembad liggen vandaag. Ik heb een beetje sucuk, komkommers, eiwit omelet met groenten en 2 hard-boiled eggs. Ik weet niet of ik dat croissantje op ga eten. But you know, it's in front of me. So I just might. Yeah, yeah. Oké, guys, wij hebben net bij het zwembad gelegen en we gaan nu naar de spa hier bij de Mandarin. Hun hebben echt een hele fijne spa en die hebben we net nog in kunnen boeken. Heb je geslapen? Ik ben gewoon in slaap gevallen voor een kleine half uurtje. Vond het wel lekker. Wij gaan nu naar de spa en dan ga ik naar de kapper en vanavond gaan we even een hapje eten. Like get dressed en doen een nice dinner. En ik heb iets besteld bij Wana's of Una's of whatever it's called. En weet je, what I like here is that the service is amazing. Ik heb iets besteld en binnen 2 uurtjes is de delivery. Als je het voor 8 uur bestelt. Dus dan kom je naar mijn hotel. Dus na mijn massage heb ik mijn pakketje. En ik denk dat ik zo ook eventjes een shoplog ga opnemen als ik naar de kapper ben geweest. Then my hair is done. I don't look good, but my hair is done. Dit was by the way mijn outfit voor het strand. Dit is een Rick Owens top en een wijde broek. Een soort satin-ish. Nou, ik moest even heel snel opschieten. Want ik dacht dat het pakketje er voor 3 uur zou zijn. Het is letterlijk nu al geleverd. Maar ik moet boven even geld halen om het pakketje te betalen. Kijk, dat is mijn pakket. That was a very quick delivery. En nu rennen naar de spa. Sunrise is voor 7 hier in Rotterdam. Ik ga nu mijn massage in. I will talk to you guys later. Guys, de massage was zo goed. Oh mijn god. Ik vind misschien de faciliteiten van Bulgari Hotel fijner. Maar de massage hier at Mandarin was zo goed. Oké, guys, ik heb even mijn haar gedaan en ik heb ook even een haarband om en een masker opgedaan. Ik ga even deze Sunkist Afterbalm hier gewoon door het hotel wordt gegeven opdoen. But you know, can't have crusty lips. Wij gaan straks uit eten en dan gaan we een beetje de hort op, denk ik. Ergens een drankje of zo doen. Ik ben namelijk al 2 nachten gewoon thuis gebleven in de avond. Cause I can't be bothered gewoon. Maar ja, vandaag heb ik gezegd dat ik het ervan ga nemen. Omdat ik ook naar buiten ga met de meiden. Nadat we een hapje hebben gegeten. Ach, ik kan niet wachten om terug in Nederland te zijn. En deze nagels weg te halen. Ik ga niet liegen tegen jullie. Zo, een lekkere laag erop. Ik ga straks iets eerder beginnen met klaarmaken. Want dan kan ik nog even een shoplog. Maar het licht is hier zo slecht. En ik wil alles zeg maar wel filmen nu. Want ik wil een paar dingen aandoen en omdoen. Zo ja.
Ik ga ergens vinden waar het licht goed is. Ik denk hier. In de badkamer ga ik het filmen, denk ik. Dus als jullie dat zien en denken waarom film je in de badkamer, dan weten jullie hoe het komt. Net bij de spa hadden ze ook mijn hoofdhuid gemasseerd. En ja, het is very oily en daardoor is mijn haar... Het is gewassen, maar het is nog steeds best wel olieachtig. En het is zo plat daardoor. Maar goed, dit zijn allemaal luxe problemen. Dus let me just shut the fuck up. Oké, guys, ik heb mij omgekleed. Dit is trouwens wat ik bij Unas had besteld. Het is zo'n Ameri crop top, maar echt zo'n large one. Ik heb de Gucci tas om die ik van Marwa voor mijn verjaardag had gekregen. Maar dit is de eerste keer dat ik hem draag, besef. Deze legging is van het merk Commando. En voor shoes, obviously, mijn Aminas. En dit is mijn look. Met eten bij Koya. We zijn nu terug in het hotel. Ik heb eigenlijk letterlijk niks. Waar willen jullie zitten? Waar wil je zitten dan? Waar wil je zitten, Kel? Daar. Of daar. Daar hebben we uitzicht op alles. Wat? Oh, kijk hoe mooi. Het is mooi met het licht. En wij gaan nu gewoon lekker hier bij het hotel even buiten zitten. En een sapje drinken. Oh my god, guys. Oké, dus wij zijn naar Koya geweest. En daarna zijn we... In de tuin van het hotel. Tuin. Buiten bij het hotel. Zijn we nog even gaan zitten. En gewoon kletsen. En ik ben met Jemima en Kelly meegegaan. Ik ga even het licht aan doen. Waarom staat het licht niet aan? Anyhow. Zijn na Koya zijn we eigenlijk hier. Bij het hotel buiten. Aan het zwembad. Zijn we gaan zitten en zijn we gaan kletsen. En daarna ben ik met Jemima en Kelly naar hun kamer gegaan. And we had such a good conversation. I like to have conversation with people. En het ging gewoon over religie en zo. And I just like to have those conversations. Because, you know, there's more to life than saying, oh, we zijn hier door een Big Bang. Nah, I don't believe that. En Jemima ook niet. En toen gingen we daar gewoon een beetje over filosoferen. En het geloof af en toe erbij trekken. Ik ben moslim, Jemima is christen. So it was nice just to have the conversation. Without judgment, by the way. Wat ook heel belangrijk is. I double cleansed, by the way. Voordat jullie alleen gaan denken dat ik dit heb gebruikt. Dit is trouwens echt top voor je ogen. En waterproof make-up. Dit ding is van Jemima, dit haarbandje. Ik mocht er van Jemima als elastiek gebruiken in de vliegtuig. Maar ik had hem hier en ik ging mezelf opmaken. En ik dacht, oh, laat me wat haarband gebruiken. Maar dit is die stilo tegenwoordig. Maar dan... Niet zo ver, denk ik. Kom maar een beetje meer terug. Zoiets of zo. Een soort Bratz Girls willen jullie zijn. Prachtig. Nou, een little nightcap routine. Jemima heeft trouwens een tripod. En ze zei tegen mij dat ik die mocht lenen. Omdat ik toch een video wil opnemen. En misschien moet ik dat even morgen doen. Want hun willen naar Daira. Hun willen naar de oude markt. Om habayas en zo te halen. En ik pas. Ik heb daar niet zo heel veel zin in. Maar dan kan ik hier in ieder geval even die shoplog opnemen. Die ik wil opnemen. Maar vandaag geen tijd voor had. Ik ga vandaag voor een little bit of Monica in my life. A little bit of America. Ik heb hier een puisje. Daar waar we dus. Ja, don't you wanna know. Zo'n hydraterende serum. Altijd als ik mijn wenkbrauw heb gelift. En als ik dan mijn gezicht smeer, dan worden ze zo. En als ik ze uitkom, dan worden ze zo. Maar ik moet ze echt wel weer verven. Very important dat je je wenkbrauwen... Ook hydrateert. Vooral als je ze lift. Laat het niet zo ver komen dat je uitgedroogde wenkbrauwhaartjes krijgt. That's not the vibes. Maar ik vind wenkbrauwen liften zo leuk. I like the effect. Ja, neef. I love it. Ik heb dus een... let me talk a little bit in nighttime routine with y'all. Wij zijn bij de Sephora geweest. En ik had bij de Sephora twee producten gekocht. Eén is deze Kiehl's. Crème de Corpse, a.k.a. lichaamscreme. Ik had, bij een meisje had ik dit gezien op TikTok. En zij mixte dit met een andere soort olie. En die heb ik ook besteld. Maar die is bij mijn moeder bezorgd.
En ze had daar zo'n mooie hydraterende gladde huid van gekregen. I really loved it. Dus nu ga ik deze gewoon even proberen met de Bio Oil One voor hier. Want ik vind insmeren echt belangrijk. Je huid is je grootste orgaan. Ja, ik weet dat mensen denken dat ik nu jok, maar ik jok niet. Dus hydrateer het goed. En you know what I got also from Sephora. Ik zag op TikTok, zag ik dus dat dit een beetje viraal ging. Of althans, ik zag het op mijn tijdlijn. En toen ging ik erop zoeken. En I saw that a lot of people were praising it. So, ik wou dit ook halen. Dit is de Ole Henriksen. De... Come on, camera. Ik heb de Ole Henriksen Banana Bright Eye Cream gekocht. It brightens, hydrates, age defining, illuminate, whatever the fuck. It says it does. En ik zag op TikTok een before and after. And I was so intrigued to try it. Dus ik heb een potje gehaald. Ik weet niet, volgens mij kan je dit ook online bestellen hoor. Daar niet van. Maar ik dacht, oh, als ik hier toch ben, let me get it. En ik zag ook een manier waarop dat meisje het ging aanbrengen. En toen dacht ik, what? Waarom breng ik mijn oogcreme niet zo aan? Dus dat ga ik niet doen. Samen met jullie. Ja, samen met jullie. Samen met jullie. Dus je pakt een oorstaafje. Mensen noemen dit een wattenstaafje. Ik noem dit een oorstaafje. I don't know why. Dus je doet het in je eer. En je pakt een beetje. A little goes a long way. En dit ga je eigenlijk gewoon helemaal lekker uitsmeren. Ik laat jullie weten over een paar dagen, weken, of dit werkt. Ik hoop het zo. Want ik weet niet, door mijn zwangerschap of zo heb ik toch wel een beetje verkleuring onder mijn ogen. En als je iets meer wilt, dip natuurlijk nooit met dezelfde in je oogcreme. Ik breng nu voor het eerst zo mijn oogcreme aan, dus zomaar doe ik stoer. Alsof ik dit elke keer doe. Maar je weet toch, je gaat niet met een gebruikte wattenstaaf weer erin. Zo, de bovenkant niet vergieten. Zo, top. Dicht doen weer. Het voelt al brightend. Is het ook brightend? I don't know. Wimpersterum niet vergeten. Bij je wimperrand. Zo, hoppakee. Een beetje zo op die wimpers, zodat ze nog langer worden. Hoppakee. Andere kant ook. Ja, good job Selma. You're doing amazing. Zo op die wimper. Ik heb echt een puist hier bij mijn neus. Do you all see it? I saw it. I like it. Maar goed. Wat nu? Next up. Is een Sunkiss Aloe Vera Lip Balm Treatment. En dit is after sun voor als je in de zon bent gaan liggen. En deze ligt gewoon naast je hoofd in je hotelkamer. Because Mandarin knows what's up. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Dit was het. Ja, ik heb voor de rest niet heel veel te melden. Morgen weer een nieuwe dag waarin ik dingen meemaak en waarschijnlijk wel iets te melden heb. Bedankt voor het kijken. Ja, bedankt voor het kijken. Weer. Hola, ik word... Oh, wow. Jij zag een beetje eng uit. En je schrok van jezelf. That was me. To me. Good morning, guys. Ik heb me net even klaargemaakt. Ik heb een Jacques Mus jurkje aan. This happened yesterday. Ik bespaar jullie de details van hoe dit is gebeurd. Maar dit happened. Kelly vond dat ik alles om moest doen. Maar ik vond het net iets too much. Maar I got a new one. Hier. En ik dacht, die past wel mooi bij deze gouden die ik van al mijn friends heb gekregen als birth gift of Amaya. En de rode. Alleen deze is wel rosé, maar ja, je weet toch, fuck it. But it's really nice. Het is deze. En dit is rosé en die heb ik hier in het goud. Maar ja, shoot, fuck it. Ik ga even kijken hoe het staat. En dit is het rode steentje en die heb ik ook hier in het goud. So let me wear this. Ik word echt ontiegelijk. En dat alleen maar door die tracks vernietigen. Ik hou nog steeds van de weg en de benzinelucht. Slow flow, als we rennen ben ik niet zo vlug. Maar ik speel never ever ever naar de keeper terug. Ik zoek mijn opties hier vooruit in het veld. Zit aan de bar, ik heb een shot en een fluitje besteld. De fit vandaag spreekt boekdelen, ben niet luid van mezelf. Yeah. Kom stap voor stap maar één stijgende lijn. En ik heb jarenlang geloofd in wat we eindelijk zijn. De onrecht en alle els. Wij zijn klaar met varen. Het was echt lekker. En ik heb nog een beetje een soort van semi-kleurtje proberen te pakken. Wij gaan nu denk ik even wat eten. Ik spreek jullie als ik zo in de auto ben. Also, I forgot to tell.
Dit was mijn outfit. Dit is een jurk van Jacquemus. Ik heb een bikini van Kelly aan eigenlijk. Want ik had letterlijk maar 2 bikinis mee. En I found this bag here. This toiletry bag. Maar deze kan je gewoon als tas dragen. En dit is van Hermès. Luister, heb je tijd? Weet jij nog wat ik toen zei? Ik weet, praten vind je moeilijk. Vind ik ook maar het wordt tijd. Dat jij en ik, is kijken naar jou en mij. Ik raak me zelfs eens kwijt. Wat ben je wel van mij? Of is er een ander wij? Zeg het nou eens en van mij, yeah. Is het wat de lijn, yeah. Alles wat je zei, zeg je dat voor mij? Zeg je dat voor mij? Oké, guys, wij zijn even snel wat gaan eten en toen hebben we heel snel omgekleed. En nu ben ik met Kelly bij de mall. We dachten we doen nog een beetje laat te winkelen. En ik heb nu hakken aan die ik heel mooi vind van Tom Ford. I will show you guys this. I do love them. Ja, 39 is wel mijn maat. Kijk, deze hebben me gebult. En dit komt allemaal door die dad sandals. Maar ik vind deze wel heel mooi. It's very giving. Chic. Met de padlock nog. I like it. Ja, we worden legendary. 010 Kevin Perry. Het is allemaal dezelfde herrie. Ik zie net als acetons. Jongens, ik ben zo moe. En ik dacht, ik ga even nog langs Cartier hier op de luchthaven. En Jemima en Kelly die zijn al naar de gate. Maar ik ben natuurlijk veel te laat. Dus ik zit nu in een karretje. En ik hoop dat ik het op tijd haal. Ik heb nog iets van 6 minuten of zo. En dan gaat de gate sluiten. I made it. Ik had mezelf echt opgeslagen als ik deze vlucht niet had gehad. Omdat het zou inhouden dat ik moe. Heeft hij al mijn dochter vandaag niet wel zien en dat wel echt raar met hem. Maar hij is zo moe, zo moe. En blij dat ik naar huis ga. I'm so tired. Ik heb op de airport deze Cartier ring gehaald. Die Clash ring. En deze 2. En I really like it. Ik vind het echt een leuke combo. En deze van Tiffany had ik gisteren nog even snel gehaald met Kelly. Dus I like the stack of my fingers a lot. En ik ben voor alles voor rosé goud gegaan. Ik ging rennen en het voelt gewoon alsof mijn vingers helemaal opgevallen zijn. Maar goed. En Jemima zit achter mij. Ja, we zitten hier gewoon. Dat ging op mij wachten bij de gate. Heb je verteld van dus ik had stress. Ik ging ruzie maken met die man. Ik ging bijna huilen. Hoe wie weet het? Samen. Waar is Kelly? Daarachter. Letterlijk hier en dan daarin. So, the drama that's my life. Ik ben alweer bijna een week terug nu van Dubai. Maar mijn camera was ik in het vliegtuig vergeten. Dus, I did not have no camera. De kleine is aan het drinken. Gelukkig konden ze mijn camera vinden, dus daar was ik heel blij mee. En die hebben we net opgehaald. Dus ik ben nu pas de vlog aan het afsluiten, want niemand had tijd om te gaan. Die kleine van mij krijgt gewoon tandjes. She's teething en ze kwelt zoveel. En ze heeft gewoon vandaag vanaf 1 uur 's middags wou ze gewoon absoluut geen flesje. Ik dacht dat het lag aan mij, omdat ik haar wou helpen met haar flesje en dat ze het zelf vast wou houden, want God knows, she's eigenwijs. En ik ben er eigenlijk vandaag achter gekomen dat ze echt aan het teeten is. En je ziet het ook echt aan haar tandvlees. The girl is not even 4 months. Maar ja, het hoort ongeveer nu een beetje te beginnen. Althans, het kan nu beginnen. En ik merk aan haar dat het gewoon begint. En ze is nu eindelijk een flesje aan het drinken. En het is gewoon... Ja, oké, ze heeft om 7 uur heeft ze wel 60 milliliter gedronken. Maar that's it. En ik vond het zo zielig. Ik dacht, come on girl. Dus ja, ze heeft nu 120 gedronken. En ik denk dat ze nog meer kan. Maar ik heb vernomen dat dit zo lang doorgaat. Totdat al die tandjes eruit komen. En dat vind ik nou echt zielig voor haar. Maar goed, bedankt voor het kijken. Ik ga lekker douchen en slapen. Vergeet jullie niet te abonneren. En ik zie jullie bij de... Oh my God. Probably never set the time on my watch. This shit deflates for me. You say she ain't here and she get wet for me. I was in the trench and try my best to be a kingpin. Crushed the whole last year. Now it's time to go again. Can't wait.